Vooral wat ik heel fijn vind om hier te komen, om hier te werken. Leuk met de klanten natuurlijk, ik heb allemaal nieuwe klanten. En ik heb natuurlijk schitterende collega's waar ik heel goed mee kan vinden. Dus dat zijn een aantal redenen waar ik heel graag naar mijn werk kom. En wat iedere morgen een glimlach op mijn gezicht tovert. Helder, bruikbaar, makkelijk inzetbaar. Zou ik zeggen informatief, praktijkgericht en fun. Als je nou morgen aan de slag wilt met gedragsverandering, dan loont het om een deel van je tijd te besteden aan een goede voorbereiding. En tegelijkertijd je ook te realiseren dat gedragsverandering bijna nooit lukt in één poging. Dus hou er ook rekening mee dat de tijd die je ergens in kunt investeren, dat je die niet in één poging investeert, maar liever in 3 korte pogingen bijvoorbeeld. Geef elkaar waardering. Zorg dat je elkaar complimenteert, dat je complimenten geeft over het werk van een ander. Het is heel belangrijk dat je dat oprecht doet en dat je even de tijd neemt voor elkaar om elkaar de waardering te geven. Dat kan van werkgever naar werknemer, maar dat kan ook voor werknemer naar werknemer. Gewoon onderling ervoor zorgen dat je elkaar waardeert. Een organisatie waar er veel waardering is, is een organisatie die ook veel gelukkiger is.